Deze nieuwsuitzending die gaat over de aankomende verkiezingen van 20 maart. 11 maart, dat is over 9 dagen. En dan mogen wij een kleurtje kiezen. Ik wil blauw. Ik wil geen blauw, ik wil rood. Ja, maar ik wil groen. Kies je voor een kleur, leuk is nou. Dan heb ik net zitten kijken naar een man en die heet Paul Nielsen. Is geen Nederlander. Ik weet niet wat hij is. Deen of zo? Nielsen. De zoon van Niel. Maar hij is geen Nederlander. Maar die heeft het wel over Nederland. Dat is best interessant. Paul, zoals je het schrijft, zoals je het zegt. En Nielsen, N-I-E-L-S-E-N. Ik weet niet al. Paul Nielsen. Ik heb al 2 filmpjes van hem gezien. Die erg leuk, moet ik zeggen. Goeie audio. En hij heeft een eigen YouTube-kanaal. En die film die ik net heb gezien, is, die luidt. Dus in het Engels doet hij het, by the way. En dat luidt. De titel, The Dutch Green Party's Leader is a Huge Idiot. Op zijn Nederlands vertaald. De leider van GroenLinks is een grote idioot. Als je die even googelt. Ik heb hem ook op Facebook gezet, maar die is al lang weer weggezakt. Kan je hem even helemaal bekijken. Er staat een speech ook in. Die, weet je nou? De namen van die enge mensen, die wil ik niet onthouden. Het is zo'n jolige man, een beetje, ja, hij is een brunette of zo. Van het leuke, nou, hele hippe haar met van die krulletjes. Ja, mooie witte tanden natuurlijk. Geinig overeenpie aan. En hij maakt ook echt contact met het publiek. Hè. Gaat hij zo wijzen van, ik ben blij dat jij er bent, ik ben blij dat jij er bent, ik ben blij dat jullie allemaal hier zijn. Ja, dat lijkt me wel, dan staat meneer voor een lege zaal. Yeah. Oh, wat een speech was dat. Ja, hij komt hier niet verder dan dat hij het heeft over een of andere Jomana of zo. Die heeft een vaste baan eraan gegeven en die is de vluchtelingen gaan helpen. Iedereen, Die ene kleinzoon die is extra vroeg opgestaan, zodat hij nog snel naar de apotheek kon gaan om medicijnen te halen voor zijn oma. En daarna op zijn crossfiets naar school. Een hele zaal. Yeah! En die man die heeft ook nog een stukje van het GroenLinks partijprogramma. Ik denk dat het was, dat legt hij niet toe, maar er zijn frappante uitspraken in, man. Zo. GroenLinks, als het dat was hoor, maar het kan ook van een andere politieke partij zijn, want volgens mij maakt het namelijk geen donder uit. By the way. Je hebt nog een tijdje iets gehad, zo'n splinterpartij, en die heet lijst 14, het Partij van de Waarheid. En die hadden als boven de punt op de agenda de waarheid over de aanslagen van 11 september 2001. Wanneer was dat? 2005, 2006?
Had je ook nog die site? Is die nog in de lucht eigenlijk? Die site die was vernoemd naar die filmbanden die er waren van de moord op John F. Kennedy. De tapes. Zapruder. Oh, kijk er maar. Oh, wacht even. Het domein... Oh, dat is vreemd genoeg. Het domein doet het wel. Apache is functioning normally. Nou, die dagen... Ik kan nou niet even terugzoeken. Maar dat moet 2005, 2006 geweest zijn. Partij van de Waarheid, zoiets was dat. Nooit wat geworden. Dat is wel jammer. Had ook nooit een rel kunnen worden, by the way. Want achter die aanslagen van 11 september... Ja, wie zat er gniffelend in het Vaticaan aan de andere kant te kijken? En dan ook met een smerige verhaal erachteraan dat de Joden het hebben gedaan. Echt, godverdomme. Je hebt braakmiddel, en je hebt de daden van het Vaticaan. Die Vaticaanlui zo beugen. Je komt er niet vanaf, hè? Want iedereen loopt achter ze aan. Iedereen vindt het geweldig, hoor. Dat is Vaticaan. Ja, maar Vaticaan is de macht kwijtgeraakt, hoor. Nou, dus jij bent ook zo iemand die... had je geen toiletpapier meer en toen dacht je van... Oh, een geschiedenisboek. Oh, het is wel een beetje gladde blaadjes, zeg. Nou, daar maak ik een beetje eens een bal van. Dan verkruimel ik die man een beetje spuug erin. En dan met zo'n geschiedenisboekpagina. Oh, welke eeuw is dit? Oh, 16. Oh, en dan de bims afvegen. Ja, dan krijg je dat soort dingen. Daar kan er ook niks in doen. Maar dat partijprogramma wat ik zag, en ik neem aan dat dat van GroenLinks is. Kom. We hebben ze het over, ze willen een, binnen de Europese Unie, dat die een rechtvaardig asiel- en immigratiebeleid gaat opstellen. Dat dat dan evenredig breedste schouders gaan de breedste lasten dragen. Wordt dat immigratiebeleid uitgevoerd door de verschillende lidstaten, want de klos klauwen en boem. Kijk, de EU kan wel zeggen, want er mogen hier zoveel immigranten naar binnen. Dan zeggen wij, nou ja, een immigrant, dat kost, wat kost een immigrant? Ongeveer 100.000 per jaar. Inclusief begeleiding en alles. En... Zeker in het begin. Nou, dus dan krijgen wij 100.000 immigranten. Nou, dat is mooi zo. Dan krijgen wij het eerste jaar 100.000 keer 100.000. Dat lijkt me 10 miljard. Ja, toch? Ja, 10 miljoen. Nou, kom maar op met die boen. Hoezo een Europese harmonisatie van het immigratiebeleid? Op basis waarvan? En waar moeten die mensen hier? Wat is er nou weer mis in Verwegistan? En wanneer zijn wij aan de beurt? Ik wil ook wel graag dat ik met iedereen die mij aardig vindt, er zijn er ook niet zoveel, dan gaan we lekker, dan krijgen we een plekje in Patagonië, of maakt me niet uit, Andalusië of zo. En dan kunnen we mooi onze eigen cultuur van bier drinken, wiet roken en stomme spelletjes spelen op internet. Dan gaan we daar lekker voortzetten. En boeken lezen. Zeuren op internet. Ja, wat is de Nederlandse cultuur eigenlijk? Maar de Nederlandse cultuur is niet dat je het hier volpromt met een snorbaarde. Nou heb ik momenteel zelf ook een snor, dus... Hè?
Ja, ik ben hier een autochtone snorrebaard. Maar trouwens, ik heb een baard van niks. Niet echt imponerend voor de Arabische dames. Oh, Mohammed heeft jou weinig gezegend met jouw baardgroei. Ja, inderdaad. Maar dat scheelt wel kostjes en scheermesjes. Nee, wat moet je met een Europese immigratiebeleid? Dat heb ik helemaal gezien. Als mensen nou echt helemaal alles verstoken, die komen hier aan op een donderdagavond ergens in november, de familie nat geregend, op de vlucht. Ja, die mensen laat je niet in de regen staan natuurlijk. Maar moet daar een Europees beleid voor komen? Hoezo zijn wij zelf niet moreel genoeg? Ja, dan. Nee, dat moet je niet hebben. Ja. En die vent van de GroenLinks ook zo. Van, ja, ik heb gesproken met PVV'ers. En die hebben het dan over een ban op Mohammedanen. Zo'n politicus, die kan geen Nederlands, hè? Die heeft het dan over moslim. Maar moslim, dat is een... Hoe wil je dat ook alweer? Net iets als uploaden. Uploaden is geen Nederlands, maar er is geen normaal Nederlands woord voor. Omhoog laden, zegt Jurk Diesman dan heel trouw. Dat zie je. Hoogladend. We hebben aan de nächste video hoogladend. Nou, wij zeggen uploaden. Maar moslim, dat is geen Nederlands. Dat woord heet, dat begrip, dat heet Mohammedaan. Of Koranist, kan je ook zeggen. Een Koranist of een Mohammedaan. Ja, zo'n oude, een moezelman. Maar zeg, ken jij de moezelman? Dat refereert natuurlijk aan de moezelman. Wat we nu noemen moslim. Maar het is Mohammedaan. Op een of andere manier... Ja, afstammeling van een volgeling van Mohammed. Dus een Mohammedaan. Klaar. Ik heb zo'n Mohammedaan die zegt... Ja, maar wij zijn geen Mohammedanen. Want je hebt het Mohammedanisme en dat is een stroming binnen de islam. Ik denk, ja homo, islam... Ja, dat is een stroming binnen jullie, maar jullie hele groep heet voor ons Mohammedanen. En dan moet je er maar een onderscheid maken. Je hebt binnen de Mohammedanen heb je de Mohammedanisten. Je hebt de Salafisten. Je hebt de Soenieten. Je hebt de Shiiten. En dan heb je ook nog die poëtische tak, hoe heet die nou? Die had een hoofdkantoor hier in Den Haag. Wat is dat weer? Wel die poëzie. Iniad Kaan was toen? Ja, Iniad Kaan. Sophie. Hey. Ben ik er eentje vergeten? Ik denk het wel. Want de Shiite is ook niet allemaal één potmat. Dan maakt mij dat geen donder uit hoor. De protestantisme... Ze zijn ook bezig om dan de Nederlandse Protestantse Kerk, wat ik zo, de NPN of de Nederlandse NPK, nee, Protestantse Kerk Nederland, PKN. Heb ik helemaal niet nodig. Flikker erop. Dat is ook zoiets. Maar dat valt dan buiten de politiek. Protestanten dat ze leuk vinden om dan een jaarlijks concilie te gaan houden om Matthäus 7 vers 1 opnieuw te gaan bestuderen, ja, dat moeten ze zelf weten.
De Bijbel is te begrijpen vanaf 8 jaar voor een mens. En dan niet gelijk beginnen met de kruisiging, maar gewoon de eenvoudige stukjes aan het begin. En dan als de kinderen in de puberteit komen, wat we dan gaan doen, hè, wij ouders. Even los van de politiek, maar als je kind in de puberteit komt. En moet je voor die tijd, moet je er al een gewoonte van hebben gemaakt, dat er elke dag een stukje wordt voorgelezen uit de Bijbel. En dan beginnen we heel zachtmoedig. Allemaal leuke stukjes. Bijvoorbeeld Spreuken 15, vers 1. Een zachtmoedig woord vermindert wrok. Een krenkend woord vermeerdert gramschap. Weet je kinderen gelijk waarom ze vriendelijk moeten zijn tegen mama? Want anders wordt mama boos. Terwijl als je zachtmoedig spreekt tegen mama, nou, dan wordt mama gelijk een stuk minder boos. Moet je wel lief spreken. En geen grote mond geven. Want anders wordt mama nog bozer. Want de kinderen zo, oké, mama. Ja, dan moeten we voortaan. Ja. Nou, als het ook in de Bijbel staat, ja, dan. En jij zegt dat het waar is. En dan zegt die moeder, ja, natuurlijk zeg ik dat het waar is. Hè? Als ik in jouw ogen een beetje pist of overkom, dan heeft mama daar een reden voor. Hè? En dan wens ik niet te worden tegengesproken. En zeker niet met fuck you, fucking bitch. Want dan wordt mama boos. Of nog bozer. En uiteindelijk krijg je een grap voor je kop van je vader. You believe me dat mama alles gaat doorbrieven. Dat is iets van je kinderen tuchtigheid dan. Onder de duim houden. Niet alles accepteren. Dat is helemaal niet nodig. Dat moet je niet doen. Nou, en als de kinderen dan in de puberteit komen, dan blijf je dat nog steeds doen. Dan zitten ze nog thuis. En dan ga je Hosea voorlezen. En man, dat ramt erin, joh. Zeker voor pubers. Hè. Zijn ze gelijk in één keer verlost met alle denkbeeldige Disney-fantasieën over het seksuele samenlevingsgebeuren der mensheid. Mooi afgelopen. Maar terug naar de gemeenteraad. De Tweede Kamerverkiezingen. Daar gaat het weer. GroenLinks zou ik niet doen. Als je GroenLinks stemt, ben je een landsverrader. Als je D66 stemt. Ik heb Jan Terlouw. Die heb ik gefileerd. Een aantal uitzendingen geleden hoor. Maanden terug. Jan Terlouw heb ik helemaal gefileerd. Geen spaan van hem heel gelaten. Hoe durft die lul zijn stem te verheffen tegen het Nederlandse volk. Met een kennis die de eerste beste anus van een zeeegel niet zou misstaan. Voor de anus van een zeeegel. En Terlouw, die zit niet meer bij D66, volgens mij. Op de achtergrond, denk ik, nog wel bezig. Politiek actief met zijn CO2-ellende. Flikker wel. Als je dan toch op zo'n partij stemt, dan ben je een landverrader. Hetzelfde geldt voor de VVD.
en de P van de A, omdat ze geen excuses hebben aangeboden voor het feit dat een van hun, te weten Sharon Dijksma, met name het middelbaar onderwijs in Nederland naar de ratsmodee heeft geholpen met haar obese neusvleugels. Als je P van de A stemt, ben je een landsverrader. De ChristenUnie, als ik me goed herinner, zit daar meneer Paul Blokhuis. Die heeft leuke uitspraken gedaan. Over rookverbod en zo. Als je stemt op dat soort partijen, dan ben je een landsverrader en dan help je dit land mee naar de verdoemenis. Al was het alleen maar omdat je aan je kinderen laat zien dat jij een volidioot bent. Waarop je kinderen denken van, nou ja, als mijn vader en mijn moeder dan zo gek zijn, dan ga ik wel de criminaliteit in. En ik recreëer wel met leuke drugs en grappige brunettes. Je moet de boel serieus nemen hier in Nederland en je gaat niet stemmen. Heb je dat goed begrepen? Die sukkels bekijken het maar. Ze willen ons kapot. En wij mogen kiezen of we geslagen worden met de stok of met de knuppel. Of we gebeten worden door de hond of de kat. Ja, flikker erop. Ik CO2, om dat nu even erbij te pakken. Dat is ook zo'n maatschappij, partijprogramma of zo. Maar er is helemaal geen probleem met het milieu. Flikker erop. Ja, maar we hebben geen Elfstedentocht meer. Ja, dat doen we dan. Trouwens, voor mij hoeft het niet. Want dat is wel leuk, hoor. Zo'n Elfstedentocht. Allerlei belangrijke mensen die gaan dan even van Bentum of zo. Gewonnen. Dat is allemaal geinig. Maar ja, heel Nederland zit te klapperen van de kou. En de gasrekening dan. Dus laat het maar lekker een beetje warm zijn, hoor. Ik vind het best. Peri, jij hebt makkelijk praten, want jij woont in Arnhem. Maar denk eens aan die arme mensen daar in Zandvoort. Wanneer ben jij voor het laatst in Zandvoort geweest? Heb je daar gesproken met zo'n strandtenthouder? Moet je even vragen van... ondernemer. Ja, meneer de Glans, wat wilt u vragen? Nou, bent u niet bang voor uw voortbestaan? Ja, zit hier. Ja, als we hier in Nederland 5 à 6 natte zomers op een rij krijgen, nou, dan ben ik door mijn krediet heen. En dan kan ik mooi de boel gaan verkassen. En na afloop nog een hele grote schuld bij de bank. Maar, is het... Af en toe een natte zomer, dat kunnen we trekken. Dan krijg je daarna weer een warme zomer. Huppakee man, een heleboel. Ja, dan maak je gewoon in de tweede zomer maak je alles goed van die eerste zomer. Zal die man zeggen, ik maak me verder niet zoveel zorgen over. Ja, maar de stijging van de zeespiegel. En dan kijkt hij aan van, sorry, wat zeg je? Nou, de zeespiegel, die gaat zo dadelijk naar Amersfoort. Het wordt heel hoog, hoor. De zeespiegel gaat 5 meter stijgen. Dan zegt iemand tegen jou, wow. Nou, dankjewel voor de info. Kan ik wat voor u doen? Portie bitterballen erbij. We hebben ook heerlijke gamba's. Met olijfolie en Spaanse peper. Er is
is helemaal geen probleem met het milieu. Is dat niet waar? Ja, je hebt zoiets als ongelofelijke luchtverontreiniging. Ze met tante Til, die woont in het centrum van Amstelveen. Ja, die kan de ramen wel blijven lappen. Aan de buitenkant dan. Hè? Ja, ze rookt binnen, maar... Maar dat is, tot, nou, dat is verder niet zo'n probleem. Maar aan de buitenkant? Nee, daar is wel wat aan de hand. Zonder meer. Dat is echt wel vies. Maar waar het nou vandaan komt, dat kan ook van Schiphol komen, hoor. Niet per se van het verkeer. Het Amstelveen is redelijk. Nou, ik heb het bestudeerd. Ik zou het zo kunnen meten. Ik zou een team op kunnen zetten die dat even bepaalt waar die rotzooi vandaan komt. Kan diesel as zijn. Verbrande diesel, die zwarte roetdeeltjes. Ik weet niet hoe erg dat is eigenlijk. En ik weet niet of je daar op de plek waar tante Til woont, of je er wat aan kan doen. Volgens mij komt die rotzooi van Schiphol. Ik kan me bijna niet voorstellen dat dat van het verkeer komt. Autoverkeer. Hè? Het openbaar vervoer is daar elektrisch met een tram. En er rijden wel bussen, maar... Nee, hij vond mij komt er daar niet van. Nou, dat is een gokje, ik weet het niet. Maar om aan mas, ik weet niet hoeveel miljard euro opzij te gaan leggen... omdat ze dan iets met CO2 gaan doen. Terwijl CO2 is helemaal niet toxisch. In de zin van waterstof, cyanide, een cycloon B zitten... Ja, waterstofcyanine, dat wordt genoemd toxisch. Want bij hele lage concentraties, dan ben je weg. Maar CO2 gaat er weer. Ja, 10-20% CO2, ja, dan ga je ook tegen de planken aan. Maar we zitten nu momenteel op 0,03% CO2. Dus wat heb je er nou? Ja, gevaar? Nou, niet voor mij, hoor. Ik ben nergens bang voor. Is het toch lekker? Ga je lekker niet stemmen op 20 maart? Mensen zeggen, heb je gestemd? Ik zeg, nee, dat mag niet van Perry. Want anders ben ik een landverrader. Heb je gelijk een leuk gesprek op een verjaardag? Dan zegt iemand anders, nou, maar ik heb GroenLinks gestemd. En dan zeg je, nou, dan ben jij een landverrader volgens Perry. Geen respect voor Nederland. Want wat willen we nou met Nederland? Ik zou graag Nederland voor de Nederlanders willen. In plaats dat wij maar moeten doen als een stelletje marionetten aan de leiband van wat heet die tegenwoordig? Juncker of zo? Marco Robinson, is een enorme fan van hem. Ja, want hij zuigt tenminste net zoveel als jij en ik, Perry. Ja. Maar wat is dat dan weer van kwalificatie voor een president? Maar ik hoef niet bang te zijn dat Marco gaat stemmen. Marco vindt alles wel best. Helaas. Wij in Nederland, wij zijn onder de voet gelopen door het Romeinse Rijk. Dat was al niet leuk. En toen we het Romeinse Rijk werden, het Heilige Romeinse Rijk,
Ten ene mochten we ook niet meer onze eigen geloofdingetjes hebben. Er is zo'n katholieke lul die heeft een heilige boom omgehakt in Dokkum. Zakhooi. En dan leren wij in de geschiedenisboeken de Bonifacius is toen in Dokkum vermoord. Dat is een pure leugen. Bonifacius is helemaal niet vermoord. Nee, dit kan namelijk niet, hè? Want meneer Bonifacius, die had een heilig symbool omgehakt. Van een stelletje fraaizen. Zo zeggen ze dat in Groningen dan, hè? In Friesland noemen ze zichzelf Frisk. Wij zeggen Friezen en die Groningers zeggen fraaizen. Hey, en ga een stelletje fraaizen lopen beledigen door hun symbool en whatever. Dan kan je zeggen dat is idolaterie, dat gaat in tegen het tweede gebod. Maar dan nog. Het geeft je niet het recht om die boom om te hakken. Dus Bonifacius had schuld. Want hij heeft iets heel erg lelijks gedaan. Dan laat die boom lekker staan. Die boom heeft toch niks fout gedaan? Die eik die er dan stond in Dokkum. Voordat Bonifacius met zijn katholieke bijl kwam. Ah. Toen die hele inquisitie erachteraan. Met die aflaten ook nog een keer. Dat is ook zo'n truc geweest, hè? Van het Heilige Romeinse Rijk. Dat je een misdaad. Dat moest je even anoniem melden. En dan werd er een bedrag afgesproken. En dan kreeg je van de. Dan kreeg je wel die club, kreeg je een officieel document. Dat kwam dan helemaal uit Rome. Dat was ingezegend met wijwater en alles. Hele dure jongens waren dat, hoor. Maar het is een heel duur document. Ja. Dan ben je vrijgesproken bij de rechtbank. En een aflaat. Indulgence. Zo ver gingen ze maar. Nou, toen kwam Maarten Luther en toen, poepoe. En toen zaten die katholieken zaten onder de rivieren en dan nog steeds in februari gaan ze dan ongelooflijk zuipen en neuken met de buurvrouw. En allemaal toestanden daarna in maart, als mevrouw zwanger blijkt te zijn. En meneer Pastoor, die weet het allemaal, van de biechten. En katholieken hebben het alleen maar als doel gehad om de hegemonie van de samenleving. En de hegemonie van de samenleving is de hegemonie der gezinnen. De saamhorigheid van de samenleving volgt uit het gezin en niet vanuit de wezenopvang. En de gulag en de epidemie. Staatsboerderijen. Concentratiekampen. Meer andere officiële, laten we allemaal met z'n elkaar zijn. Oh ja, dat zei die vent van GroenLinks ook nog. Laten we allemaal één zijn. Nou, dat wil ik helemaal niet. Dat wil ik helemaal echt niet. Ik wil helemaal niet één zijn met die Groningers. Die Groningers bekieken het maar. En die hebben een probleem met de gaswinning. Nou, dat lossen ze maar lekker zelf op. Dat is toch mijn fucking probleem niet. Hallo. We hebben hier in Arnhem een gemeente. En die ziet de hele tijd vernieuwingsmogelijkheden. Met goede kansen. En hebben weer een projectontwikkelaar. En ze pompen de binnenstad vol met allemaal juppen. En andere mensen met poen. En
het centrum van Arnhem voor de ja, noemen we het maar, autochtone Arnhemmers. Dat gaat helemaal naar de kut, man. Ze verbouwen alles. Idioten. Ah, terug naar de landelijke politiek. Wij waren lekker protestant. Toen zijn wij van binnenuit gepakt. Dat is de hele goede strategie van ze geweest. Ze hebben het protestantisme van binnenuit. Ja, dat is een hele behoorlijke. Het is echt ongelooflijk slim wat ze gedaan hebben. Even een gasaansteker bijvullen. Dat is niet een Molotov cocktail. Klinkt wel een beetje van... hoe zeg? Even goed laten doorpompen. Ja, hij begint wel een beetje te lekken. Op, en even terug. Even een beetje opwarmen. En kijk hem nog een beetje in kan. Maar het Nederlandse gebeuren. Willem de Zwijger, hè, was een hele belangrijke. Die had het in de gaten. Willem van Oranje heb je. Dat was een aardige kerel. Die had het beste voor met Nederland. Terecht heet hij de vader des vaderlands. Die man heeft ons hoop gegeven. Om zelfstandig te blijven. Hij was dan een stadhouder, der stadhouders of zo. Hij had dan Friesland, Zeeland, Utrecht, Holland. Nog eentje. Staat op wiki, kan je zo vinden. Friesland en Zeeland en Utrecht en Holland waren erbij. En die hadden ieder een stadhouder. En hij was dan de big boss. En hij zei zo van, ja, de Friesen moeten maar lekker doen wat de Friesen willen. Dat doen de Zeeuwen ook maar. Ja, ik heb verder geen algemeen idee. En toen werden ze aangevallen door de paus, door de katholieke kerk, door Babylon. En toen heeft Willem van Oranje, Willem de Zwijger, gezegd van, oh ja, wat ze... En die heeft een strijdplan opgesteld. Als je nou zo doet. En je brengt je troepen daar naartoe, dan komen ze daar binnen. En dan... Dat is een goede stratege. Toen hebben wij die Spanjolen er meerdere keren uitgetrapt, hoor. Gaan we lekker naar huis. Hablas en Spanjool en Dosse Bessa. Toen is katholicisme nog een tijd in Nederland officieel verboden geweest. Maar in de 19e eeuw, einde 18e eeuw, toen begon het te sijpelen. En in de 19e eeuw zijn die katholieken weer begonnen met het bouwen van kathedralen, alsof het paddenstoelen zijn. En in die dagen is er ook een overeenkomst getekend tussen de Republiek der Nederlanden en het Vaticaan. Dat heet een concordaat. Dus als je ergens voor zou willen stemmen, is dat jij inzicht wil hebben in de inhoud van het concordaat. En dat je wil weten, wat is er namens dat concordaat, door de jaren heen, betaald aan het Vaticaan. Dat zou je moeten vragen.
dan laat je je stem gelden. En dan gaan we praten. Dat is een vraag die jij je mag stellen. Daar mag jij je mee bezighouden. Want wij moeten af van het Vaticaan. Wij moeten af van Babylon. Als je het dan hebt over nationale politiek, kappen met het Vaticaan. En een netto bijdrage aan de EU, daar gaan we weer over praten als onze staatsschuld is afgelost. Want waarom zouden wij moeten betalen aan de Europese Unie, terwijl wij leven op de pof? Je kan stellen, wij moeten lenen om de netto bijdrage te kunnen betalen. Dat heet afperserij. Onder het mom dat het zo goed gaat met ons. Maar het gaat helemaal niet zo goed met ons. Kijk maar om je heen. Hier in Arnhem, de middenstand die hier was toen ik hier voor het eerst kwam, 1976. Het is allemaal weg. Ja, want iedereen koopt tegenwoordig via internet. Nee, homo. Tuurlijk niet. Mensen kopen helemaal niks meer. Er waren toen hier in het centrum van Arnhem 5 viswinkels. Je gaat mij niet vertellen dat al die mensen nou haring kopen via het internet. Ik weet niet hoeveel bakkers. Je gaat mij niet vertellen dat mensen nu hun brood kopen via internet. Nee, dat kopen ze nou via de Albert Heijn. Arnhem was een hele leuke stad. Met schietpartijen op vrijdagavond op de Korenmarkt. Kon je tenminste echt de beschermheer zijn van jouw vriendin. Die zei van, oh, er wordt geschoten. Ik zeg, meisje, maak je niet druk. Dat is Joris Driepinter tegen Mark Dikkebolk. Laat maar gaan. Ik hoorde laatst nog het carnaval afgelopen jaar. Dat is dan wel weer heel erg leuk. Een vrouw, Aantje. Leuke vrouw. Ze wilde mijn telefoonnummer. Kijken wat er van komt. Ja, zei ze, wil je een avondje langskomen om te kletsen? Waarom? Ze rookt en ik ook, dus... Nou, dat schept een band. En die vertelde dat met carnaval. Dat was een van de gedronken lul. Ze klagen al of zo. Nu was de tuin ingewandeld van een andere gedronken lul. En toen is hij in zijn been geschoten. Ja, met een echt pistool. Dus gelukkig, het is niet helemaal weg. Arnhem had een leuke middenstand. En nu vind ik het... Wow, erg vermoderniseerd. Ik zeg, nou voor nou. Ik
Het station van Arnhem, dat is ook zoiets. Nou, over politiek, maar dan over de stad dan. Hè. Maar je ziet dat overal. Die stations worden allemaal vermoderniseerd. Maar waarom? Nou, neem zoiets als Utrecht Centraal. Wat hebben ze daar nou weer mee gedaan? Ik snap wel dat er wat uitbreiding nodig was. Of whatever. Je kan altijd wel wat verbeteren. Maar waarom dat hele ding omlaag en alles overnieuw? Dat gaat op zich. En hier in Arnhem hetzelfde hoor. Het was wat mij betreft perfect. Je had twee busterreinen. De ene was voor de regionale bussen. De andere was voor de lokale bussen. De trolleybussen. Dan had je een onderdoorgang onder de sporen door. Dan moest je overal een trap omhoog. En dan was je op het perron en daar waren wachtkamers. Nou, en nu is dan die onderdoorgang, die is helemaal verbreed en verhoogd en vergeweldigd. En allemaal van die flauwe bochten erin en glooiende lijnen, aluminiumplaten. Die kleine middenstand die er vroeger zat bij het station, die is helemaal pleiten. Er is helemaal geen bloemenwinkel meer. Ik ken het dan wel, Joep Vriet en zo, het is allemaal weg. Nee, er zit nou een Albert Heijn. Ja, Albert Heijn te gaan. En een Ethos. En dat gebeurt niet alleen in Arnhem, dat gebeurt in heel Nederland. Dat gebeurt niet alleen in Nederland, dat gebeurt ook in Europa. Alleen in Kenia is alles nog hetzelfde. Denk ik. Zeggen ze. Maar ja, daar was het nooit veel wat. He. Nee. Maar hier in Arnhem wel. En dat is mooi weg. Dat is weggepoetst. Door de landverraders. Die een beetje rattenkootje lopen spelen met de Arnhemse bevolking. Al die grootschalige gedachten. Dat is ook iets voor de politiek, hè? Als je politiek wil stemmen, dan moet je de overchipkaart, dat wordt optioneel. En de prijzen worden weer normaal. Ja, voor het openbaar vervoer, gewoon normaal. Kost nu een godsvermogen, man. Maar ieder jaar gaan de prijzen van het openbaar vervoer omhoog. Nou, ik denk dat we nu dan even de komende 5 jaar... we doen als eerste een vermindering met 50%. Dan gaan we even kijken wat er dan nodig is. Want die overchipkaart, die heeft een geld gekost. Ja, en wie betaalt dat? Meneer Sinterklaas de Paus? Nee, wij natuurlijk. Vroeger had je een strippenkaart en een conducteur. En nu heb je dan bliep robots en die hebben een ongelooflijk hoeveel het geld gekost. En die conducteur die zit thuis op een uitkering te kouwen. En wat is dat dan weer voor een arbeidsverschaffing? Het gaat over de verkiezingen van komende 20 maart. Je mag echt niet stemmen. Ben je maf?
Dan ben je echt gek in je hoofd als je dat doet. En dan hoop ik dat je geen kinderen hebt. Die kinderen zullen het maar weten. Of de kleinkinderen. Oh, heeft oma vroeger gestemd? Ja, dan moet je zeggen, als kind van je moeder, van ja. Ja, oma behoorde tot die mensen die deden aan landverraad. Oh, dus oma was een landverrader? Ja. Hé, daar mag je niet aan meedoen. Je mag er niet aan meedoen. Punt. Stemverbod. Jonge mensen denken van ja, maar het is wel leuk hoor, dan gaan we lekker stemmen. Ja. Niet wetende waar ze verkiezen. Ja, ik ben voor het homohuwelijk. Als je wil stemmen, als eerste moet je stemmen of je een eenheid wil van kerk en staat. Moet je heel eerlijk in zijn, hè? Wil je in enige, op enige wijze een eenheid tussen kerk en staat? Mag je zelf invullen hoe, is het totaal volledig, nogal best veel, maar middelmatig, nou, ligt aan de situatie. Dan heb je allemaal mogelijkheden. 50, zullen we zeggen. 50-20 grijs. Of je zegt nee. Ik zeg nee. Ik wil geen enkele eenheid tussen kerk en staat. Ik wil ook alle taken die behoren aan de kerk. Die worden voorzien door de kerk en niet door de staat. En het concordant, want dat heet die overeenkomst, dat is een de Nederlandse Republiek, of zo, Republiek de Nederlanden, en het Vaticaanstaat. Dat concordant, dat wordt per onmiddellijk opgeven en we dienen een claim in bij het internationaal gerechtshof en we willen de cent terug. En voor de rest komt geen katholiek hier meer naar binnen. Of iedereen die katholiek is, die gaat betalen. Ze hebben een kruisje. Ben je katholiek? Ja, ik ben katholiek. Mooi zo, 10.000 euro van jou. Hoe ga je dat afbetalen? Maandelijkse termijnen van 5 euro of zo? Dat lijkt me te weinig, hè? Tegen de tijd dat wij nou maar 10% gebeurd hebben, ben jij de pijp uit. En dan kunnen we niet meer beuren van een kadaver. Ja, dat moet maar een keer gezegd worden. Het is toch afgelopen met die onzin? De christenen die schreven zich al 2000 jaar lang de keel schor over de antichrist. En iedereen zit een beetje met zijn rechter wijsvinger in zijn rechter neusgat te kijken naar het plafond. En hoe kan het nou? De BTW gaat omhoog. Ja, de paus heeft toch nooit iets anders gedaan dan ons verneuken. Ik lijk Tom Fresh wel. Van First Amendment Radio. Ah, die moet je die eens even luisteren. Die staat hieronder hoor. Tom Fresh. Tom Fries. Zeg je op zijn Nederlands. Zijn familie moet uit Friesland komen. Anders heet je geen Fries. Ja, dus dat kan toch niet langer, mensen. Kom. Ophouden met die paus. En je goed in de gaten houden wie er allemaal meelopen met de paus. Dan zal ik het even opdruinen. Kijk, D66 loopt mee met de paus. PvdA, met onze geweldige Wim Kokhals. Zeg ik fout, Wim Hals. Wim Hals, zo weet je. Nee, hij... Wim... Nou, zeg maar Wim Kokhals. Hoe die ons verneukt heeft, onze jongens heeft verneukt. Ons aangezicht heeft geschonden... Met die actie en Srebrenica. Is dat vergevelijk?
Eerst wil ik sorry horen van meneer Wim Kok. Dat hij eerlijk opbiecht uit naam van wie hij gehandeld heeft. Want hij heeft onze jongens laten verrekken. En meneer officier Karremans, nou, die hebben ze nog in leven gelaten. Maar economisch niet, hè. Die man die woonde toen in een camper. Die had niet eens een huis. Het Partij van de Arbeid mag je niet op stemmen. Dus, dan ben je een landverrader. Geef je ermee te kennen dat het jou niet interesseert? Oh, ik heb in de kroeg gezeten, in Café de Wacht, met iemand en die heeft gediend onder Karremans. Die was erbij. Die heeft mij alles opgebiecht. Totale PTSD. PTSS. Die jongen wist niet dat hij zo in de steek gelaten zou kunnen worden door zijn eigen overheid. Erg hoor. Ken je dat verhaal van Schemmenietje? Oh, 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 oh. Het ging als volgt. Servië is... Of, je hebt over Joegoslavië heb je het dan, hè? En er was zo'n lappendeken van Kroatië, Herzegovina. Servië, ook niet als, nou, nog wat meer landjes, regio. En die mensen daar, dat waren veel Joodse mensen en heel veel orthodoxe christenen. En orthodoxe christenen, dat is een tak van de katholieke kerk, was het. Maar dat is gescheiden. Dat heet ook wel de Oost-Katholieke Kerk. Dus niet per se mijn geloof of zo. Maar dan nog. Mensen doen geen vlieg maar aan. Die mensen niet hoor. Niet hoor. Maar ze zijn niet katholiek. Orthodoxe, wat ik dan weet, hè, is dat je hebt dus ook gemeentes daar, ecclesiassen, die komen dan één keer per week of zo, komen ze bij elkaar en die hebben dan een leider. En bij de orthodoxe kerk, die stroming die ik dan kende, daar hebben ze als leider een man en die is getrouwd en die heeft kinderen. En dat is de openbare leider. En op de achtergrond heb je de patriarch. En dat is een man en die leeft in armoede. Zonder vrouw. Maar die heeft geen publieke functie. Die wordt geconsulteerd door het echtpaar. Vind ik wel leuk. Aardige oplossing. Als systemen.
Ja, en die orthodoxen, dat waren dus geen katholieken. Ze lijken er een beetje op, maar het is niet van de familie. En de Joden, dat zijn ook geen katholieken. Ja, die zijn te grazen genomen. Die worden altijd te grazen genomen. En ook toen. Die Balkanoorlog was de zoveelste aanval op de orthodoxe christenen. Alles kapot gemaakt. En daar hebben ze voor gebruikt immigratie van Mohammedanen. En dat Mohammedanisme, dat is op de kaart gezet, is uitgevonden zelfs. Door het Vaticaan. Heel zorgvuldig voorgepland. Ja, toen waren die Mohammedanen in Joegoslavië, die waren dan heel zielig. Dus die kregen een vluchtelinggebied. Een safe haven op zijn Engels. Dat was Srebrenica. En wij moesten dat verdedigen. Wij Nederlanders. Ik snap niet waarom. Dat moest ook eigenlijk zo. En wat deden die moslims? Of Mohammedanen. Die deden in de nacht uitvallen vanuit dat die plek, vanuit Srebrenica. En vielen dorpen in de omgeving aan. Leuk, hè? Ja, en die Serben, die kregen er schoon genoeg van. En die hebben toen Srebrenica aangevallen. Want daar is een heel drama van gemaakt met duizenden verdwenen mannen. Zwaar overdreven. Maar dan nog de rol van Wim Kok in dat geheel is uitermate dubieus. Want onze jongens, die zijn er neergezet met anderhalve proppenschieter en een Browning 222. Ja, dat kan je niet gaan verdedigen tegen wat toen gold als de vierde sterkste militaire macht ter wereld. Die Serviërs waren geen poesies. Een harde lui. En waarom niet? Ik heb ook in de kroeg gezeten met baaiersklanten en alles. Maar als je die mensen met rust laat, doen ze je helemaal niks. Je moet geen grote bek tegen ze hebben. Maar ja, dan moet je dat tegen niemand hebben. Ook niet tegen een autist. Want dan gaat hij huilen. Nee, een mooie boel is het. Onze overheid ons ongelooflijk besodemieterd heeft. Een katholicisme aan alle kanten. Dus Mohammedanisme reken ik er ook toe. Dus Mohammedanisme, katholicisme, atheïsme, homohuwelijkianisme, transgenderanisme, seks buiten het huwelijk, verbeterde relatie. Bekijk de kranten maar. Kinderen van 5 willen ze masturbatieles gaan geven. Ik heb het idee dat ik 1 partij vergeten ben. Oh, het CDA natuurlijk. Nou, daar mag je helemaal niet op stemmen. Als je denkt aan het CDA, dan denk ik gelijk aan Wim Deetman. Die heeft een onderzoek gedaan en niet zo lang geleden. Rapportcommissie Deetman, kun je zelf vinden.
naar seksueel kindermisbruik hier in Nederland in 1959. Mijn geboortejaar. Toen Fik Marijnissen premier was. En die jongetjes die aangifte hebben gedaan van het feit dat ze in een bips waren gewipperd. Ergens in een jeugdopvang dingen thuis. Heilige Maria Moeder van God Stichting of zo. En die jongetjes die zijn gecastreerd. Als straf, hè? Ja, je bent in je reet geneukt, dan moet je wel je bek overhouden. Als je er toch over gaat lullen, ballen eraf. Fik Marijnissen. Weet je het even? En Wim Deetman heeft er onderzoek naar gedaan en die heeft gezegd... Nou, het is wel zwaar zo dat... ja, het klopt wel, maar... andere kerkgemeenschappen hebben zich ook schuldig gemaakt, hoor. Als je stemt op het CDA, dan ben je dus niet alleen een landverrader, dan ben je ook nog een kleuterneukerijgoedkeurder. Ja, hoe durf je het op je kerfstok te laten kerven? Je hebt er wat betere dingen te doen, 20 maart, dan je goedkeuring te verstrekken. Om hem op te houden over de Partij voor de Dieren. Wat denkt hij met jou aan het team is wel niet? Ja, ik kan er heel boos over worden. Ik heb helemaal niks aan dieren. Wat moet ik met dieren? Krijgen we dan zo dadelijk namens een Marianne Thieme, krijgen we ook een olifant in de Eerste Kamer? Ik ken die mensen hier in Arnhem, die zijn op leeftijd, die strompelen over straat. En ze klagen niet. Maar ze hebben geen nagel om aan een reet te krabben. Hé? Maar uitgekotst. Maar niet meer productief. Je bent een suffe consument. We kunnen je afknijpen. Met de vriendelijke groeten van Geert Wilders en onze cornet. Ah ja, Geert Wilders natuurlijk. Een beetje Marokkaantje lopen pesten. Ja, flikker erop. Een concordaat met het Vaticaan. Daar willen wij de inhoud van weten... Wat van geld heeft het ons gekost? Wat heeft de Europese Unie tot nu toe aan ons gekost? En we willen al die poen terug, want het heeft geen sodemieter opgeleverd. Een loze belofte en holle buidels. Ik wil helemaal geen Unie, ik wil geen wereldunie, ik wil er helemaal nergens op slaan. Ik vind het al moeilijk genoeg om hier in mijn portiekflat de boel bij elkaar te houden. Bij wijze van spreken. Mijn portiek gaat alles goed, maar... Af en toe wel dat mijn bovenbuur weer zo bezig is. Ik denk van nou zie. Wat ben je druk? Maar geen reden om te gaan verhuizen. Ik zie de dingen vrij opgewekt in. Mijn aard, hoor. Dat het mijn bottomline niet uitmaakt. Maar mensen die gaan stemmen komen de 20 maart? Weet gek. Onwetend. En vroeger was dat misschien te vergevelijk. Want had je geen internet. Ja, kon je naar de bibliotheek. Maar ja, die waren ook al leeg geveegd. Daar zijn we inmiddels ook achtergekomen. Hè? Die katholieken, die vegen bibliotheken leeg. Oh, dat boek hoeft niet. Oh nee, dat boek hoeft ook niet. Oh, nee, dat is ook ouderwets. Nee. Hier is de nieuwe meuk. Maar
op internet kan je nu alles vinden. Ik ga maar klikken bij die links onder deze uitzending. Ga maar even kijken hoe de boel in elkaar zit. En waarom ik het absoluut niet eens ben met een ieder die ook maar een ieder die iets heeft met een positief gevoel naar katholieken die kleuters neuken, die samenlevingen verneuken met een Babylonische heidense meuk. Oprotten die zooi. Ga maar lekker homohuwelijken voltrekken op Antarctica tussen de pinguïns. Sodomiet erop. Uit onze samenleving. Jullie rattige broed. Allemaal hoor. Adderengebroed is het. Addergebroed is het. Ratten zijn wel lief. Nee, ze de ratten die ik heb gehad. Zijn lieve beestjes. Dank jullie wel voor het luisteren hoor. Erg belangrijk. Dus 20 maart komt eraan. Ja. Gaan we even snel bewaren. En dan ga ik alvast even uploaden, denk ik. En op zijn hamburgers. Heel officieel, hè? Zag ik. Tjus. Een dag lieverd.